Rekt vertegenwoordigt een constante beweging en dat is eigenlijk precies waar we met de band in zitten. En dat is ook de energie die we meenemen naar onze shows en dat is ook de energie die we in het theater willen overbrengen. Het verschil tussen club en theater is denk ik dat ja, sowieso de mensen zitten, mensen kunnen niet tijdens de muziek naar de bar lopen, dus je kan ook gewoon net wat kleiner gaan en je kan iets subtieler gaan en tegelijkertijd, doordat je dat kan doen, is hard harder. Dus eigenlijk kort gezegd is de dynamiek die je kan bereiken veel groter. En ik denk dat onze nieuwe plaats zich daar heel goed voor leent. Dus dat de plek om dat te laten horen in het theater, dat een hele goede match is met de plaat die we gemaakt hebben. Want soms hebben mensen het idee dat als een rockband theater ingaat, dat het dat uitgeklede versies worden van de liedjes. Maar we spelen het hoe het is opgenomen op de plaat, zo spelen we het ook in het theater. Dus het wordt, er komen ook heel veel energieke momenten in die show. En als mensen dan willen gaan staan of willen gaan rennen, dat mag allemaal. Of aan het plafond aan willen hangen, dat is ook leuk altijd. Ja. De plaat gaan we voor het eerst live spelen in het theater. Dus het worden 45 shows waarin we, en alleen tijdens die 45 shows kunnen mensen de plaat live horen. Vanaf december gaan wij het theater in en daar hebben we heel erg veel zin in. We hopen jullie daar te zien. Meetrippen. www.direct.com kan je kijken waar we komen. En dan zal er vast wel een plek in de buurt zijn. Zie je daar? Ja, zie je daar. Jos!